Zo werd het jarige mannenkoor Harmonie gisteravond toegezongen door het Maranatha Mannenkoor tijdens hun dankconcert in de Centrumkerk. Het Mannenkoor Harmonie werd op 26 september 1943 opgericht en herdacht gisteren haar 80-jarig bestaan als oudste mannenkoor van Suriname. Dat op zo'n jaardag genade en blijdschap in gedachten komen. We zijn natuurlijk de grote God daarboven dankbaar dat we dit mogen vieren. Natuurlijk, dus bepaalde stoomfoto's die niet er meer bij zijn. Maar wij mogen dankbaar dat de nieuwe generatie het goede werk door zal blijven voordoen. En we feliciteren Suriname dat het oudste mannenkoor 80 jaar is geworden. En dat ik voorzitter mag zijn van dit prachtig koor. Mannenkoorzang, wat betekent dat? Mannen bij elkaar. In een mannenkoor heb je 4 stemmen. Je hebt tenoren, tenor 1, tenor 2, bariton en bas 2. En dat vormt een heel mooie harmonie waarbij je dat zo meteen zal horen. En wat is het mooie aan koorzang? Mooi aan koorzang dat er een stukje discipline eraan verbonden is. Er is een groot verschil tussen popzingen en koorzang. En bij koorzang wordt er van jou geëist dat je je partij moet leren. En zelfstandigheid is zeer belangrijk. Het koor wil op kort termijn een videoclip opnemen met als titel Sranang Kondre en in maart 2024 op uitnodiging van EBG gemeente Den Haag naar Nederland voor optredens. Zijn collega Owen Wolf, secretaris van Maranatha Mannenkoor, vindt het jubileum van Harmonie een mijlpaal, vooral tegen de achtergrond dat er nog maar weinig aan koorzang wordt gedaan in Suriname. Is eigenlijk helemaal weg. Er zijn heel weinig koren die er nog bestaan. Wij zijn van het Maranatha Mannenkoor en we proberen al het mogelijke te doen om dat weer die plaats te geven wat het vroeger was. Wat was die plaats vroeger? Dat je korenfestivals had en dat de kinderen zongen op school. Dat is bijna helemaal weg. Alleen op de bijzondere scholen heb je nog dat men zang doet. Hoe lang bestaat Maranatha er? Wij zijn al 77 jaar. En we still going strong. Maranatha is op zoek naar jonge mannen om zich aan te sluiten bij het koor. Geniet u nog even van het mooie koorzang van Harmonie onder directie van Lisbeth Perotti.